Om je hond snel bij je te krijgen, of het nou is met of zonder dummy, is het zaak dat je niet altijd je hond bij je roept en hem netjes laat zitten, voor of naast je. Dan wordt het heel voorspelbaar en dus saai voor de hond. En dat is wat je niet wil, dus je gaat het leuk houden door af en toe de hond bij je te roepen en hem gelijk zijn happy dummy te laten halen of zijn happy bowl. En een andere keer doe je dat juist met hem netjes naast je zitten. Hetzelfde geldt met een dummy in zijn mond. De ene keer pak je de dummy gewoon snel aan en je gooit snel zijn speelvoorwerp weg in ruil ervoor. De andere keer laat je hem netjes naast je zitten en gooi je daarna pas de bal weg. Of de andere dummy, of waar je ook gebruik van maakt om te belonen. Dit wissel je af, niet één op één, want dat hebben ze ook al vrij snel door. Dus echte intervalbeloning maak je ervan. We laten wat variaties zien met Fido. Good time! That's a snack.